Geef het maar, moet ik gek doen. Herman Brood speelde vandaag de Phantom of the Opera. Hij had er reuze zin in. En dit is Jacques d'Ancona zonder bril. Echte primeur dus. De sterrenplaybackshow is een raar fenomeen. Het is net een personeelsfeestje waarbij bekende mensen andere bekende mensen nadoen. Maar het publiek vindt het leuk en het schijnt ook heel goed voor de zelfpromotie te zijn. Je moet ze afbellen zelfs tegenwoordig. Bieden ze zichzelf aan? Ze bieden zichzelf wel aan. Ze zeggen, god, ik heb vorige keer gezien. Nou, denk ook eens aan mij als ik zo en zo, ik kan goed die of die nadoen. Of... Maar zo werkt het niet altijd. Waarom doet u hier aan mee? Waarom? Nou, omdat RTL dat graag wilde hebben. Ik werd gebeld door het productieteam van Joop van Ende. En ze zeiden, je gaat chair doen. En toen zei ik, oh, te gek, te gek. Maar toen had ik nog niet de clip gezien en toen schrok ik wel even. Ja, ja, ja. Waarvan schrok je? Waarvan schrok je? Nou, van dit, hè. Dus als ze uw moeder hier fout doen, had hij het ook gedaan? Ja, ook. De repetities van zo'n show verlopen in Alsmeer gesmeerd. Stemming is joviaal. Men heeft lol in zijn werk. En professionalisme viert hoogtij. Ik moet niet te hard zingen, anders valt mijn gebit eruit. Alleen Herman Brood had wat problemen. Het is heel jammer dat je als verminkte niet kan drinken. Nee. Wees maar een rietje. Ja, het rietje komt. Nee, want dat gaat makkelijker. Ja. Poos staat dat ook al moeilijk. Ik ken hem allemaal tegen vandaag. Dankjewel. Ik ben volgens van mannen gaan nu. Ik kan het ook niet helpen. Het geheim van Alsmeer is dat het één groot warm bad is. Het is er gezellig. Er wordt gelachen. En op gepaste tijden is men even serieus. De eerste lach, dat is de beste. Daarop, ja. Maar niet te lang, want al gauw moet er weer gelachen worden. Ook voor de camera van de Telegraaf, want die zorgt er 's ochtends voor dat de mensen 's avonds kijken. In de studio's van Joop van den Ende is het een komen en gaan van sterren. Aan de vriend van Jacques d'Ancona te zien, is de tweede bril nog steeds voor de halve prijs. En Ursel de Geer. Ursel de Geer probeert het weer een keer. Het is een soort talkshow natuurlijk, maar wel een ander format. En daar kan ik nog echt niets over zeggen. Dat is fijn. Daar wordt toch over gesproken, of mag je niet zeggen? Nee, dat is... Ho, ho, mogen we even terug? Zo te zien kan Ursel de Geer het wel vergeten in Alsmeer. En zo heeft elke ster zijn probleem. Bent u zelf ooit gesoundmixed? Nee, ik heb wel eens een bandje moeten sturen naar een meisje en die kwam niet door de voorrondes heen. Ach, maar ja, is dat waar? Is zij nooit gesoundmixed in uw programma? Nee, dat liedje van hou je echt nog van mij, Rockabilly. Nee. En worstjes op mijn borst. Dan wil het toch een beetje niveau houden, sorry. Ja, ja. Ik moet overigens, alle gekheid op een stokje, 53 jaar. Hé? Hey? Dankjewel, hè. Toch, hè? Het heeft wel wat gekost, maar ik bedoel... Op de vloer werd nog steeds gerepeteerd. Nadat Herman Brood de moeteloch iets ingedronken had, kon de regisseur opnieuw beginnen. Jij zit in een bootje. Ja. Bootje wordt naar voren getrokken. Komt in het midden uit. Maar ik sta in een bootje. Ik sta in een bootje. Deze gondelier. Oh. Die kun je gebruiken. Dit is een soort roeispaan. Precies. Ja. Dan kom je daar in het midden uit. Precies, vertel het wat anders. En als het dan nog niet lukt, grijp je terug naar het basismateriaal. Archie. Weet je wat ik straks even doe? Laat je het videootje ook nog even zien. Nee, dat doen we straks één keer kijken. En dan weet je het wel. Ik win het toch. Nadat de vaderlijke gevoelens van Henny nog even waren bovengekomen, kon het playbacken eindelijk een aanvang nemen. Piet Brons zette een perfecte Bianca Castafiori neer. En Herman Brood... zocht het vooral in het innerlijk. Het presenteren van een televisieprogramma is een emotionele aangelegenheid. Dat je dan gewoon ergens buiten in een sombere straat met de cameraploeg... met z'n allen een traantje wegpinkt. Omdat het zo... Ja, dat zijn soms mensen die elkaar zeer na aan het hart liggen en heel lang niet hebben gezien. Je leeft ontzettend mee, omdat je langzamerhand in de twee mensen die het gaan worden
helemaal gaat plaatsen dat ze 100.000 gulden mee naar huis gaan nemen. En wat dat betreft, dan worden het bekenden van je. En als dat niet lukt, dan vind je het ontzettend lullig. Ja. Er zijn natuurlijk bij die kandidaten ook wel eens mensen die niet leuk zijn, die u niet leuk vindt. Is dat dan moeilijk om dat met leuke mensen... Dat is de beroemde voorselectie. Iedereen die niet leuk is, die komt er ook niet in. Backstage hoor je nog eens wat. Ook over RTL. En ik vind het afschuwelijk dat er na een hele leuke mini-perfectie waar mijn hart en ziel in zit, dat daar zo'n 06 porno nummer na komt. Dat vind ik vervelend. Dus dan denk ik van, dat moet niet. En dan kan je hem kussen helemaal brood. Dat is pak. Ik ben echt fan van hem. Nieuw programma, denk je daar wel eens aan? Heel, heel graag. Weet u het al? Ja. Ja? Ik heb een idee ervoor. Maar ja. Zelf gemaakt of met Joop van den Ende samen? Alles met Jopie, hè? Jopie en Henny zijn de Jan Klaas en Katrijn van de Vaderlandse televisie. Als hij langskomt, dan geeft hij een paar stompen en dan geeft hij. En dan komt hij, weet je wel. Niemand heeft de kans om bij hem in te slapen. Hij is een workaholic en dat verwacht dat van iedereen. Ik heb een beetje mazzel dat ik ook een workaholic ben. Maar ben je dat niet bij Joop, heb je het moeilijk. We hadden nog uren door kunnen praten met Henny. Maar Herman Brood kwam zijn glas terugvragen. Met Herman Brood gaat alles goed. Hij is beroemder dan ooit. Hij was geen 20 meer. Is het niet geweldig dat ik zo beroemd word tegenwoordig? Het publiek is als een rouletteballetje. Het is zo onvoorspelbaar.